Goedemiddag, lieve kijkers, lieve volgers, lieve mensen. Het is donderdag 14 november, 18 over 5. En ik dacht, het is weer tijd om nog eens een keer een talk te houden. Afgelopen maandag heb ik natuurlijk het prachtige interview gehad met Stan van der Brand over de biologische wetten. Heerlijk om met zo'n jong iemand over zulke dingen te kunnen spreken. Dat is echt geweldig. En het mooie is, hij liet me vandaag weten van, oh jee, ik heb nu al heel druk, ik krijg allemaal aanvragen. Ik zei, ja, dat had je natuurlijk wel kunnen verwachten. Ja, nou, hij is heel aangenaam verrast en blij ermee. Dus dat is heel fijn. Nou, er zijn nog meer mensen met wie ik interviews ga doen binnenkort. Mirjam, Agnes, iemand die Leanne heet. Dat gaat allemaal nog komen. Voor het moment wilde ik even een paar dingen terugblikken. En natuurlijk was het 9 dagen geleden was een soort dag waarop de hele wereld zijn adem inhield. Hè? Ofwel met angst, ofwel met angst en beven, ofwel met vreugde. Gek genoeg heb ik eigenlijk niet zo erg gekeken, de verkiezingen in Amerika. Hoewel ik wel weet dat ze van belang zijn voor de hele wereld, natuurlijk. Maar ik was natuurlijk met nog heel veel andere mensen blij met wat er gebeurde. En ik heb ook inderdaad een heleboel andere reacties gezien van mensen die geschokt waren, boos. En de verhalen die dan nu rondgaan over degene die gewonnen heeft. En ik geloof dat ik dat al eerder heb gezegd, dat mijn antwoorden die ik krijg al jarenlang, en dat is nu al 8 jaar lang, nooit veranderd zijn. Altijd hetzelfde. En ik heb ooit wel eens een keer verteld dat er een vrouw was, die een democrate, een Amerikaanse, die een enorme hekel had aan deze meneer T, Trump. En die, toen hij verkozen was voor de eerste keer, werkelijk, zoals er nu heel veel mensen gedaan hebben in Amerika, zo van, oh, ik ga het land uit en al die dingen. Ze ging die vraag stellen. Ze ging een Q&A-sessie doen. Nee, een quantum healing hypnose-sessie bij een iemand die opleiding heeft gedaan bij Dolores Cannon. En een van de vragen die ze stelde, toen ze dat ze graag wilde weten, of wat voor slecht mens dat was eigenlijk, Trump. Ik denk dat hij, ik weet niet of hij al verkozen was toen. Hij was misschien nog niet eens, was hij al verkozen? Ja. En toen kreeg zij dus in hypnose, kon ze teruggaan naar een ander leven of naar een ander level. In ieder geval, ze kreeg informatie door over wie die werkelijk was. En je bent natuurlijk in hypnose, dus na de hypnose luister je je eigen teksten af die je zelf hebt uitgesproken. Hè? Het is niet degene die de hypnose leidt die de tekst uitspreekt, maar je zegt het zelf allemaal. Ik heb ook zo'n sessie gedaan met mijn lief en met andere mensen. En de dingen die ze zeggen, die blijken daarna ook altijd heel zinvol en waardevol te zijn, bijvoorbeeld. Ik zal daar nog een voorbeeld van geven. Maar die mevrouw die was verbijsterd toen ze haar eigen tekst terug hoorde, want het hele antwoord, de hele antwoord op haar eigen vraag was positief, dat het een heel positief mens was met een missie, met een opdracht die hier iets komt doen, die hier is echt iets komt veranderen en dat hij speciaal is, hoe moet je dat bijna zeggen, speciaal is gecreëerd voor deze opdracht. Dit was zijn zielsopdracht van begin af aan en waar die vandaan kwam en al die dingen. Nou, de mevrouw die was helemaal in shock van haar eigen antwoorden, maar dat was wel bijzonder, want degene die sessie had gedaan, postte daar een heel verhaal over, hoe bijzonder dat was eigenlijk. Enfin, goed, dat los daarvan. Ik luister altijd bij alles wat ik doe en zeg en naar mijn eigen hoger zelf, naar mijn eigen lichtteam. Ik heb ook, toen ik daar iets positiefs over zei, over de meneer Trump, kreeg ik ook een hele boze, boosaardige reactie van mensen. Goed, dat was op mijn Facebookpagina. En mensen mogen best
niet met me eens zijn, dat is, je hoeft niet met me eens te zijn, dat mag en dat mag je ook zeggen. Maar als je begint te schelden en begint om iemand af te breken en lelijke dingen te zeggen, dan houdt het op, dan verbreek ik de connectie. En dat heb ik hierbij ook gedaan, dat wil ik niet in mijn veld. Dus dat is dan een grens. Als iemand gewoon zegt van nou, ik ben het niet met je eens, daar en daar en daarom. Nou, dat, ik zeg er zelf altijd bij van, je hoeft niet met me eens te zijn. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. En ik zeg gewoon wat ik binnenkrijg. Dus dat is mijn mening, mijn persoonlijke waarneming. En iedereen die andere dingen waarneemt, dat is perfect, prima. Mijn informatie komt gewoon van een voor mij betrouwbare plek. Maar als mensen andere, betere, betrouwbaardere plekken hebben, nou, dan is dat voor hun de plek. Maar dat vond ik ook wel bijzonder, ja, dat er zo'n heftige reactie, iemand die ik al heel lang ken, hè, waar ik ook wel mee gechat heb en zo, en dan, allee, bijzonder. Maar goed, het gaat zo. Het is de tijd dat mensen ook uit elkaars levens verdwijnen. Niet omdat een van de twee niet goed meer zou zijn of zo, maar omdat dat gewoon de tijd is waarin mensen de frequentie kiezen waarop ze verder willen gaan. Daar kreeg ik trouwens vorige week een heel mooi stuk informatie over. En hoe kwam dat nou? Ik krijg natuurlijk heel vaak 's morgens onder de douche of in bed informatie. En ik weet niet waar het over ging. Ik had de avond ervoor een filmpje gezien of zo. In ieder geval, de informatie die ik kreeg was... Oh ja, dat was heel mooi. Vanmorgen was ik bij een Q&A van de basisworkshop van Mies. Want als je één keer hebt gedaan, dan kun je ook nog een abonnement nemen. Kun je bepaalde workshops blijven volgen, meerdere keren. En dat is nodig, want iedere keer leer je weer wat bij. Het is zo boeiend. Toen zei Mies ook van dat informatie, en dat weet ik ook wel, van Rupert Sheldrake, dat informatie op een bepaald moment in de wereld komt en dan vaak op verschillende plekken tegelijk of vlak na elkaar. Dus Rupert Sheldrake toonde aan, het deed daar onderzoeken naar, dat bijvoorbeeld in die tijd had je nog de melkfles, ik denk dat ik het wel eens eerder heb verteld, maar geef niet, sommige dingen blijven leuk. Melkflessen die buiten werden gezet met zo'n zilveren papier dop. En dat dan, dat weet ik nog van vroeger op school en zo, dat dagmelk en zo, dat werd geleverd in van die flessen met zo'n zilverpapieren dopje, die je zo eraf kon halen. En dat was met de yoghurt en zo ook, flessen yoghurt en vla, allemaal in glazen flessen met zo'n dopje. Nou, de mensen die dat nog weten, dat is 50er en 60er jaren of zo. En dan gebeurde het dat er in... zijn altijd van die mensen die dieren observeren. Hè? En dat er opeens in een bepaalde plek in Amerika de mussen, die hadden door hoe ze, als ze dat zilverpapieren dopje doorprikten, dat ze bij de melk konden. En grappig genoeg, een dag later of zo, gebeurde dat in Europa ook. Dus die kennis, die komt in het collectief, in het Akasha-veld. En dan kunnen de andere dieren van dezelfde soort, of mensen, kunnen die kennis ook oppakken. Ik heb geloof ik ook wel verteld dat dat met de puzzel oplossen in de krant zo is. Heel veel kranten hebben in het weekend een grote puzzel, een cryptogram of kruiswoord of whatever puzzel. En allerlei mensen lossen die altijd op. En die krant komt op zaterdagmorgen, valt die de bus binnen. Bij ons vroeger was, toen ik nog kranten las, was dat 6 uur of zo. En als je dan een vroeg opstaande bent, dan kun je al om 6 uur of om 7 uur die puzzel oplossen. Nou, degene die die puzzel het eerste oplossen op zaterdagmorgen, die deden daar lang over. En naarmate het vorderde het weekend, de mensen die bijvoorbeeld op zondagavond pas de puzzel gingen oplossen in hun eigen krant, die konden dat heel snel. Omdat de kennis van de antwoorden in het veld was. Daar konden ze dan bij. Nou, dat gebeurt natuurlijk nog steeds. Zo is het ook bijvoorbeeld dat er kraaien, die hele slimme vogels, die ontdekten op een bepaald moment dat als ze een noot op de zebra gooiden, ze wilden die noot kraken, maar dat is heel moeilijk natuurlijk, dan legden ze die op de zebra, gingen aan de kant zitten kijken, en dan deden ze dan als het licht rood was, en dan gingen ze aan de kant zitten kijken, dan werd het licht groen, en dan gingen die auto's rijden, en dan daarna konden ze zo die noot pakken, want dan was die noot gekraakt. En ook dat was iets wat
begon ergens en binnen een no time op andere plekken ook gebeurde. Dus hoe prachtig is dat? Nou, zoiets had ik vorige week dus ook. Ik had dus op een ochtend kreeg ik die informatie binnen dat wij hebben natuurlijk allemaal praten we steeds over de matrix en over de grid, hè, dat wordt ook wel gezegd, de grid, de matrix, een soort veld waarin je als het ware gevangen zit. Maar we weten eigenlijk niet precies wat het is. Er komen allerlei theorieën, want het is dit, het is dat, het is zus, het is zo. Maar ik heb nog nooit een echt goed, goede verklaring gekregen, gelezen, van wat het nou zou zijn. En toen 's morgens kreeg ik die informatie binnen dat de matrix, dat eigenlijk dat wij op een soort kruispunt zijn aangekomen, maar op een soort T-splitsing zou je kunnen zeggen. De weg loopt zo en dan kun je naar links en naar rechts. Of een V-splitsing. En dat de keuze is dat je, als je de ene kant op gaat, en dat is de kant waarin je ervoor kiest om je eigen innerlijke trauma's en je eigen innerlijke triggers allemaal, om die op te ruimen, om die te helen. Nou, als je dat bij de, op de manier doet van de biologische wetten, dan wil dat gewoon zeggen dat je het doorleeft tot het jou loslaat. En dat is dan de hoofdzaak. En dat moet niet jarenlang duren. Dat kun je doen op het moment dat zich zo'n trigger voordoet en je herkent het, dan ga je het doorleven en dan doorvoel je het helemaal en op een gegeven moment laat het je los. En soms moet je dat 2 of 3 keer, maar dan, dat is dan weer op een diepere laag. En op een gegeven moment is het klaar. En dan werkt die trigger ook niet meer. Dan is dat rode knopje uitgewerkt. Ik noemde ze rode knopjes. He, dat zijn dus pijnpunten van ervaringen uit jouw leven die in jouw lichaam zijn opgeslagen. En op het moment dat iemand op dat knopje drukt, helemaal niet met de bedoeling om iets met jou te doen, maar dat voelt dan voor jou wel zo, maar dat is niet zo. Dan hup, dan gaat die trigger werken. Mies gaf vanmorgen nog een mooi voorbeeld van, dat werkt dus bij dieren ook zo, van een hondje die door mannen, ooit door een man of mannen, geschopt was toen hij klein was, die dus toen hij bij haar kwam, dus haar hond, dat hij bang was van mannen, nog altijd, van iedere man. Iedere man, want dat is wat de onze onbewuste niet kan. Niet kan niet het onderscheid maken van dat is een goede man, dat is een slechte man. Een man is een man. Als je slechte ervaringen hebt, dat is trouwens, dat herkennen heel veel vrouwen waarschijnlijk ook wel. Slechte ervaringen met mannen maakt dat je dus nooit meer iets met mannen te doen wil hebben. Wat natuurlijk onzin is, maar goed. Dus dat hondje had dat ook. En nou, dat, zo werkt dat dan. Hè? Dus iemand, je hebt ooit een slechte ervaring met iets. En dat kan ook zijn dat je, nou ja, dat je iets aan het eten was en dat er toen iets ergs gebeurde. En dat je die ervaring, elke keer als je nu datzelfde gerecht eet of datzelfde, of diezelfde vrucht, dan herinnert je lichaam zich dat van toen. Nou, zo werkt dat dus allemaal. Nou, die dingen moeten we eigenlijk allemaal opruimen in onszelf om schoon te worden. Want we moeten dus, dat is een soort ballast die ons terugtrekt in lage frequenties. Die triggers, die pijnpunten, die onopgeloste stukken, die trekt ons terug in lage frequenties. Dus hoe meer je die dingen oplost, hoe je kunt niet zeggen van ik ga hoger trillen, ik ga iets doen om in hoge vibratie te zijn. Het enige wat je daarvoor kunt doen, is dat oplossen van je pijnpunten gewoon. That's all. En als jij al je pijnpunten oplost, dan los je ze ook op voor het collectief. Dan wordt die oplossing, komt in het Akasha-veld. Net zoals die oplossing voor de noten kraken of de melkdoppen doorprikken. Ja, dat werkt nu niet meer. Maar zullen we wel nieuwe dingen uitgevonden hebben. De mussen en de kraaien en de andere dieren. Dus dat is wat, zoals het werkt. Als jij iets oplost, dan heeft dat sowieso effect voor jouw hele familielijn bijvoorbeeld. Maar ook voor het collectief. En Mies zei dat vanmorgen nog heel mooi. Als je ontwikkeling gaat via verschillende stadia. En dan eerst kom je in je hoger zelf, dat is je oversoul. En als je daar alles hebt opgelost, kom je in je avatar.
En dan iedere keer los je je oversoul, dan los je de dingen ook op voor de 12, voor de 11 andere zielen die bij jou horen, die een deel zijn van jou. En als je dat hebt opgelost, dan ga je een hoger niveau en dan ga je het voor 144 zielen oplossen. Alleen maar door bij jezelf op te lossen. Je hoeft die 144 niet te doen, je doet het in jou. En dat heeft effect op de anderen. En zo steeds hoger tot het helemaal klaar is. Nou, nu is het zo dat om uit de matrix te komen, is dat wat je moet doen. Als je dit niet doet en je vindt het onzin, dat mag natuurlijk. Iedereen kiest zijn eigen pad. Je bent helemaal vrij. Ik vertel alleen maar wat ik doorkreeg. Ik kreeg door van je schaduwlichaam, je schaduwdingen, je schaduwwerk doen. Je innerlijk werk doen, dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. En dan kom je uit de matrix. En nu zijn al zoveel mensen zo ver dat ze nog maar heel weinig moeten doen om uit die matrix te komen. En wat is eigenlijk. Toen las ik daarna, een paar dagen daarna, misschien wel dezelfde dag nog, ik denk dezelfde dag, luisterde ik naar een podcast van Cliff High. En die zei precies hetzelfde, in hele andere woorden, met hele andere. Maar ik begreep onmiddellijk wat hij bedoelde, want het was precies wat ik doorkreeg. Hij noemde het de grid en hij zei, wat je dus moet. Hij benoemde het zo, wat je moet loslaten is je oude overtuigingen, die je vasthouden in patronen, die je vasthouden in programma's. Zo kun je bij de biologische wetten ook weer programma's, die steeds afgedraaid worden, altijd hetzelfde programma. Iemand zegt dat tegen je en hup. Programma gaat weer draaien. Iemand doet dat en hup, dat programma gaat weer draaien. Nou, onze opdracht is om daarvan los te komen. En als je los bent van die oude ballast, dan ben je uit de matrix. Dan ben je vrij. Dan ben je die vrije ziel. Dan is de matrix. De matrix is het patroon, wat we met ons allen hebben gecreëerd. Als je kijkt naar alle stadia van de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Wat heel fascinerend is overigens, als je daarin verdiept, de Maya-kalender bijvoorbeeld. In de basisworkshop van Mies is een van de extra lessen is een hele uitleg over de Maya-kalender. Fantastisch, fascinerend, heel erg mooi. En goed, dus als je die stadia doorgaat, op een gegeven moment is wat wij nu kunnen doen, hè, we doen het zelf, we hoeven niet. Natuurlijk ben ik heel erg blij met mensen als Trump en Bossie en noem nog maar een aantal op, een aantal andere mensen die allemaal heel erg, maar die kunnen niet ons eigen stuk oplossen. Wij moeten het stuk voor onszelf doen en daarmee doen we het met ons allen. We doen het samen. We doen het niet zonder hen, zij doen ook hun stuk, hun opdracht en wij doen ons stuk. En we hoeven ons niet druk te maken over die stukken van de ander. We hoeven daar niet over te oordelen. Je moet je eigenlijk alleen maar bezighouden met je eigen stuk. Je kunt af en toe eens kijken over de schutting, wat doen zij allemaal? En moet ik me daar zorgen over maken? Of moet ik, dat kun je natuurlijk doen, zou me geen zorgen maken. Wat ik ook steeds duidelijker krijg en wat ik al een aantal keren heb gezegd. Oh, moment, ik krijg een telefoon. Ja, het was mijn liefje, want die is zijn paardentherapie aan het afmaken, aan het voortzetten. Want zoals jullie misschien nog wel weten, ging hij in de zomer therapie doen met paarden. En dat was heel goed dat dit bij de dierenarts en zijn vrouw, waar ik al over verteld heb. Dus dat is in de buurt van Limoges. Dus hij is echt uithuizig, weg. Het is dus ook stil, maar ook wel weer fijn. Ik mis hem, maar het is ook fijn. Het is dubbel. Maar hij was eraan begonnen toen en toen ben ik gevallen. Dan heb ik mijn pols heel erg bezeerd. Dus toen moest hij terugkomen, want ik kon gewoon heel veel dingen kon ik niet. Ik kon niet auto rijden en nog heel veel dingen. Ik kon mezelf toen heel moeilijk aan en uitkleden en zo. Zulke soort dingen. En nu is hij, sinds maandag is hij terug om deze therapie verder te zetten. Want wat ik toen wel had gezien is dat het iets bijzonders met hem deed. En nu weet ik ook van hem dat hij een aantal vorige levens heel veel met paarden heeft gewerkt. Dus die paarden, dat is ook wel een soort, er zitten oude
triggers, dat moet ik zeggen over wat ik daarnet ook zei, over het opruimen van je schaduw. Wat er op dit moment gebeurt, is dat er ontzettend bij ontzettend veel mensen komen, dan hebben ze dingen uit dit leven grotendeels opgelost en dan komen er allemaal dingen uit eerdere levens naar boven. Soms hebben die ook wel een connectie met de dingen die nu gebeuren of gebeurd zijn, maar dat is op dit moment echt enorm wat er boven komt uit vorige levens. En die mogen we dus ook helen, want we waren daar tot nu, tot in deze periode niet toe in staat. Hè? Vroeger deed men dat niet. Er is eigenlijk pas iets van een bewustwording gekomen over mogelijkheden die er zijn in de 60er, 70er jaren. En dan langzaamaan en eigenlijk pas echt na 2000. Er waren natuurlijk wel mensen die er mee bezig waren, maar dat waren er heel weinig, klein aantal. Het was niet common sense dat je iets ging doen aan alle ervaringen die je had gehad in je leven. Laat staan dat je dacht dat je vorige levens had. Bijna niemand dacht dat vroeger. Dus dat heb ik binnengekregen over de Matrix. En nou, mijn lief is dus ook bezig om al zijn dingen te helen. En dat vond ik dan weer wel leuk om te horen van hem, hoe leuk, hoe fijn hij het vindt en hoe goed hij het doet. En ik weet het ook, ik voel het. Ik voel dat het heel goed is. En hij is dus daarmee ook triggers uit vorige levens aan het helen, omdat hij nogal veel levens met paarden heeft gewerkt. Onder andere in het leger van Napoleon, waar hij ook met paarden in het leger zat. En op de steppen in Rusland ook met paarden. En nog een leven als Indiaan, ook met paarden en nog andere volgens mij. Afijn. En je kan bijna wel terugdenken dat ook heel veel van die levens er ook allemaal dingen zijn gebeurd die traumatisch waren. Hè? Die angst en schrik teweeg hebben gebracht. Nou, dat zijn alle dingen die we mogen helen. En de dingen die we daarin helen, dat is onze eigen ervaringen waarin we slachtoffer waren, of waarin we, maar ook de ervaringen waarin we zelf misschien wel de dader waren en geen goede dingen hebben gedaan, want die zijn natuurlijk ook in al onze levens er geweest. We hebben nou eenmaal op ons genomen als een stukje van de creator om alles te ervaren wat er is. Alles. En dat betekent dat je van één zaak alle kanten onderneemt en leert en ontdekt en ondergaat en uitvoert. En dat het universum, de creator, oordeelt daar niet zo zwart-wit over als wij dat hier doen. Die zegt niet van, ben je nu in de oorlog en je hebt mensen gedood, dan ben je een slecht mens. Dat zegt de creator niet. Dat zeggen wij nu in dit bewustzijn waar we nu in zijn. Want de creator wil alles ervaren. Door ons, via ons. Wij zijn in dit leven om even een stukje te ervaren van het van hoe het is om in een lichaam te zijn. Dat doen we voor ons grote geheel, want wij zijn een stukje van de creator. Fijn, dat was dus over de matrix, de grid. En ik vond het heel bijzonder dat Cliff High echt exact hetzelfde schreef. En, nee, zij. Want moet je nagaan, het is 17:15 en het wordt al donker, dus ik moet al lichten aandoen. Wat hij dus echt zegt, van je moet je oude gewoonten en oude patronen kunnen veranderen, dat wil zeggen je moet ze verwerkt hebben, kunnen loslaten om in een nieuw paradigma te kunnen komen. Nou, hij zegt, kijk maar, oude mensen, toevallig mis daar vanmorgen ook nog over, oude mensen kunnen bijvoorbeeld niet meer leren om met de computer om te gaan of met de telefoon. Echte oude mensen, wij nog niet, van onze generatie nog niet, maar hele oude mensen. En die kunnen dus dat nieuwe paradigma niet meer aan. En hij zegt echt dat de old school die we kwijt moeten, zodat het nieuwe paradigma het kan overnemen. En dat gaan we zien in de wetenschap, in de wiskunde, in de filosofie, in de politiek, in het onderwijs, in de gezondheidszorg. Je kunt van voorkeur wel veranderen en je kunt van zienswijze veranderen en van gedachten veranderen, maar hij bedoelt echt op een fundamenteel niveau.
En dat betekent dat je er dus helemaal los van moet komen, van die oude manieren. En dat heeft te maken met het vasthouden, heeft te maken met die oude patronen, met die oude programma's. En die moet je dan echt loslaten, die oude programma's. En dat heeft te maken met de structuur van onze hersenen en hoe onze geest ons daarop instelt. En die structuur van onze hersenen zijn tot nu toe in de Matrix misbruikt. He, er is, de reclame heeft daarop ingespeeld. We zijn geïndoctrineerd geworden. Nou, daar moeten we allemaal van loskomen. En hij zegt dat nogal bot natuurlijk. Nou, dus allemaal, hij zegt dat was allemaal een indoctrinatie-industrie. En die hebben best wel hun sporen nagelaten in onze geest. En die indoctrinaties zijn ook nog eens cultureel bepaald. Bepaald door land, regio. In Brazilië is de indoctrinatie anders dan in Australië, zeg maar, bijvoorbeeld. Wat hij zegt, hè, we zijn op een punt waar we de grittologie noemt hij dat, de matrix die ons hier bracht, die voortkwam uit het begrip van de realiteit in de Kali-Yuga-tijdperk, dat is uit de Maya-kalender. We gaan nu naar een ontologisch model. En dat ontologisch model, ontologie, dat is het zijnsbegrip, het zijnsbewustzijn. En ontologie is de leer van het zijn, het bestaan. En dat begint eigenlijk pas, je begint pas ontologisch te denken als je je vraag gaat stellen als wie ben ik nou eigenlijk? En wat kom ik hier eigenlijk doen? En waarom ben ik hier? Nou, er is nu natuurlijk een enorme groep mensen die zich die vragen nooit stelt. Die ervan uitgaan dat degene die ze zijn, dat is de naam die ze dragen, het beroep wat ze uitoefenen, de plek waar ze wonen, de partner met wie ze zijn, dat is wat ze zijn. Maar op het moment dat je een niveau dieper komt, of je zou kunnen zeggen hoger, dan ga je dus je echt afvragen, wie ben ik nu echt? Dan stel je dus ontologische vragen. En dat is een radicale verschuiving in bewustzijn. En we gaan ons verdiepen in enkele van de radicalen van die verschuiving. En hoe vreemd dat eigenlijk is, want de bevolking zal zich dus gaan opsplitsen in diegenen die zich ontologische vragen stellen en degenen die dat niet doen en dat ook niet willen en daar ook niet aan toe zijn. Wat allemaal oké is, hè? Het is niet zo dat het ene beter is dan het ander, want iedereen komt uiteindelijk in dat volgende stadium. Uiteindelijk wel. En hij zegt ook, het is verspilde moeite om veel energie te steken in het overhalen van de meeste mensen om ze vertrouwd te maken met het ontologische model, want dat gaat niet lukken als ze er niet aan toe zijn. En eigenlijk hij zegt ook, het is al meer dan 120 jaar verboden om erover na te denken. Want het is eigenlijk heel erg tegengewerkt. Het is niet de bedoeling dat je dat afvraagt. We werden tot nu toe, ik ga ervan uit dat het vanaf nu gaat veranderen, werden we altijd voorgekauwd hoe we moesten denken, hoe we moesten doen, hoe we moesten kiezen, hoe we ons moesten ontwikkelen. Zelfdenken was eigenlijk taboe. Nou, ontologie is het begin van terug naar zelfdenken. Echt, wij denken voor onszelf. En dat is een enorm belangrijke stap in de ontwikkeling van de mens. Nou, wat hij ook zegt is dat dit is zo'n nieuw stadium, daar hebben we bijvoorbeeld nog niet eens taal voor. We zijn echt aan een heel nieuwe fase toe en we worden daarin geleid. In de Qatari-traditie zeggen ze dat het universum voorziet en leidt. Mijn ogen om te zien, mijn stem om te zeggen hoe wonderlijk elke dag is. Dat is een van de strofen in deze mantra-reeks. Maar het punt is dat het universum, de grote creator, ons leidt. En dus ons
al die dingen zal laten begrijpen. Op het moment dat het op ons pad komt, zullen we het begrijpen. En ongeacht wie je ontmoet, je altijd alleen maar de ontologie ontmoet die ons ook allemaal heeft geschapen. Het zijnsbewustzijn is het eigenlijk. Ja, het is een soort totaal andere manier van zijn, waarin we ons ook bewust zullen gaan worden dat materie ontstaat uit ons bewustzijn. En dat niet, terwijl in de oude opvatting, die we achter ons laten, wanneer we dus uit de matrix komen, de oude opvatting is dat alles bestaat ook als wij er niet zijn. De aarde kan gewoon zonder ons bestaan, alles kan er zijn, maar zo is het niet. Dat gaan we in het nieuwe bewustzijn ervaren. Dat wij de creators zijn van alles wat er is. En dat doen we met ons bewustzijn. Dus materie is niet iets wat er altijd is. En nou ja, dit is een ingewikkelde natuurlijk. In ieder geval is het een heel boeiende stap die we aan het zetten zijn. En ik zie die stap ook in de... Nou, de biologische wet is bijvoorbeeld een totaal nieuwe manier van kijken naar je lichaam en kijken naar gezondheid, die nog nooit eerder is geweest. Hè? Er is ook niet bij de oude natuurvolken. Dus waar we nu staan is niet dat we teruggaan naar een eerdere fase die we al gehad hebben. Nee, we gaan echt naar een fase die totaal nieuw is. Dus we hebben fases achter ons gelaten en ontwikkelingen. En we hebben hogere ontwikkelingen gehad, bijvoorbeeld in de tijd van Atlantis. Maar nu, er komen dingen terug die we toen hadden, maar er komt iets bij. Er komt iets bij waardoor we niet die fout gaan maken die de Atlantiërs gemaakt hebben. He, die hebben fouten gemaakt. En de mensen die nu in de ontologische staat van bewustzijn komen, gaan niet opnieuw die fout maken. Dat voel ik heel zeker. Dat is, dat is heel boeiend. Ik zal daar nog wel meer over vertellen, want dit is misschien best een beetje verwarrend. Maar wij komen dus, samenvattend, wij komen door onszelf te helen, kunnen we uit die grid komen, uit de matrix. Het is dus niet wat iemand anders voor ons kan doen. We doen het individueel, allemaal ieder op onszelf. En dan komen we in een ander soort bewustzijn, wat het ontologisch bewustzijn is. En dat is het bewustzijn van wie zijn we nou werkelijk? Wat komen we hier doen? Waarom zijn we hier? Wat hebben wij voor mogelijkheden in ons? En dan bedoel ik niet van je kunt studeren aan de universiteit of zo. Nee, mogelijkheden die je al bij je hebt. Dat soort dingen. En dat een nieuw stadium is waar we nog geen goede woorden voor hebben. Dat is natuurlijk ook iets wat heel bijzonder is. Nou, volgens mij heb ik alweer een heleboel gezegd. Ik had nog een heleboel, dat ga ik in de volgende keer zeggen. Er zijn ook nog mensen die vragen hebben gesteld. Die ga ik ook nog wel een keer beantwoorden, ja, in de volgende. Ik ga nu even mijn... Het wordt donker zoals je ziet daar, hè, zie je? Er is daar een heel mooi lichtplekje in de vorm van een hartje, wat zo hier schijnt. Ik ga het kleine poesje binnenhalen, want ik vind het fijn, altijd fijn als het 's avonds binnen is. Omdat we hier natuurlijk aan een bos grenzen waar wel dieren zijn, die kleine poesjes. Enfin, ik ben niet bang. Dat wil ik wel zeggen. Ik ben niet bang, maar ja, je moet gewoon, het is zoiets van vertrouw op God, maar zet wel je kameel op slot, zeg maar. Bind wel je kameel vast. Of vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot. Iemand reageerde ook nogal boos over de waarschuwingen over entiteiten. Het is niet iets om je bang te maken, helemaal niet. Het is ook als ik zeg van nou het gaat regenen, zou je niet een regenjas aan doen, dan is het ook niet om je bang te maken, maar om je droog te houden. Dus het is, die dingen zijn nooit bedoeld om je bang te maken. Het is gewoon van, nou als het koud is, nu het is koud hier, nu het heeft gevroren vannacht en het gaat vannacht misschien weer vriezen. En dan, ik heb de kachel aan en een warme trui en bontlaarsjes. En dat is niet omdat ik bang ben voor de kou, maar ik vind het wel fijn om me te beschermen tegen de kou. Ik hou van warme voeten bijvoorbeeld en een warm lijf.
En er komt misschien wel tijd dat we dat niet meer nodig hebben, dat we ons warm kunnen houden zonder kleding. I don't know. Maar voorlopig is het nog fijn om een warme trui en een warme jas aan te doen. En als ik naar buiten ga, een sjaal om te doen en zo. Als het zo koud is. En als ik zeg, bescherm je tegen ongewenste indringers. Ja, ik denk niet dat heel veel mensen onder mijn volgers hun deur openlaten en hun fiets zonder slot ergens in de stad parkeren. Hè, op het platteland hier kan je dat nog wel doen. Maar als je in de stad bent als Amsterdam, zet je toch echt je fiets op slot, denk ik. Nou, dat is zo moet je die bescherming tegen entiteiten ook zien. Je doet gewoon je deur op slot. Je sluit je openingen af, want je wil niet dat er indringers binnenkomen. Je beschermt je territorium. That's it. Meer is het niet. Niet van oei, 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 ik moet heel bang zijn. Nee. Maar ik weet dat er heel veel mensen op dit moment flink last hebben. Dus hè, als maar ingebroken wordt bij jou in de straat, laat je dan je deur open? Nou, zo is de waarschuwing bedoeld in mijn vorige talk. Mijn talk voor Stan. Nou, lieve mensen, ik wens jullie een fantastisch weekend toe. Het is nu nog donderdag. Het weekend komt eraan. En geniet van alles. Relax en vertrouw ten eerste op je lichaam. Dat die altijd het goede zal doen. Maar ook op de kosmos, op de creator, op de natuur. Probeer je zo weinig mogelijk te laten leiden door angst. Wees zoveel mogelijk in vertrouwen. En dat neemt niet weg dat je niet een jas aan mag doen als het koud is. Nou, lieve groetjes en heel veel liefde voor jullie allemaal.